Het ministerie van Defensie werkt dagelijks aan het verstevigen van de harmonie binnen de organisatie. Tegen deze achtergrond heeft het ministerie op dinsdag 25 oktober 2022 een seminar gehouden met als titel Samen op weg naar een professionele defensieorganisatie. Wij maken u in het volgend verslag deelgenoot van deze activiteit. Workshop is samenbouwen aan een professionele defensieorganisatie. Waarom die workshop? Lange tijd was er geen vakvereniging. We hebben verschillende verenigingen wel bij het ministerie van Defensie, maar geen vakvereniging die als zodanig opkwam voor de rechtspositie van militairen. En daar heeft de regering goedkeuring gegeven. Dus er is een vereniging opgericht. En die presenteren zich ook als een vakvereniging die opkomt voor de rechtspositie van militairen. En we hebben een eerste kennismakingsmeeting gehad. En dit is een nieuw fenomeen, zowel voor ons als voor de defensieorganisatie. Het is na lange tijd dat dit zich aandient. En het is goed om van deskundigen te vernemen van hoe we samen kunnen werken om een harmonieuze te kunnen bouwen aan die defensieorganisatie. Dus dat is eigenlijk waarom we gedacht hebben van laten we dit doen in een workshop, in een seminar waar we niet tegenover elkaar staan, maar samen zijn, leren van professionals en het pad kunnen uitzetten. Nou, het resultaat is dat we eigenlijk van elkaar leren vandaag. En laat professionals ons vertellen hoe vakbonden en dus de werkgever en de werknemer met elkaar moeten functioneren. Hoe ze moeten communiceren, professioneel, sociaal dialoog heeft de minister van AWJ het genoemd. En, want dat is de bedoeling, want vaak lijkt het alsof we tegenover elkaar staan. Maar we staan niet tegenover elkaar, we staan naast elkaar. We hebben maar één doel en dat is die samenleving dienen. Maar tegelijkertijd moeten onze mensen tevreden zijn. Ze moeten onder veilige werkomstandigheden werken. Ze moeten juist een goed loon hebben, redelijk loon hebben, wat vandaag de dag ook een uitdaging is eigenlijk. Maar ondanks de realiteit moeten we kijken van hoe kunnen we verder? Hoe kunnen we samenwerken? Dat is wat eruit moet komen. En dat we met elkaar afspreken, gestructureerd werkoverleg, dat we met elkaar afspreken van werkafspraken, hoe we knelpunten gaan identificeren, hoe we met elkaar tot oplossingen kunnen komen. En zij mogen best wat bijdragen, want daar gaat het om. Dat ze zich mogen uiten, militairen mogen zich uiten, hun mening geven. Maar voornamelijk voorstellen doen, initiatieven nemen, voorstellen doen. Problemen die zich aandienen, dat ze aankaarten en dat we samen zoeken naar oplossingen. Er zijn drie die we hebben gekozen. Eén is een beetje vanuit het ministerie van AWJ, die internationale ervaring heeft. Dat is de heer Pirou, hij heeft boeken geschreven. Dus ja, hij heeft heel veel ervaring op dit stuk. En kennis eigenlijk. Dat is één. De andere is meneer Jones, die is vanuit een beetje de vakvereniging. Hij heeft jaren traint hij vakbondsmensen, CIVES. Dus hij is ook een kei op dat stuk van hoe we vorm moeten geven, hoe moeten we met de vakbond omgaan, hoe moeten vakbondsmensen zich presenteren, wat is hun doel. Dus dat zijn twee, eentje een beetje van de werkgeverskant, één van de werknemersorganisatie. En dan hebben we iemand, en dat is de heer Kamperveen, kolonel buitendienst, die heeft eigenlijk een beetje die transitie meegemaakt van de jaren 80 naar nu. En die is echt, die is directeur geweest, die is de chefstaf geweest. En die kent eigenlijk de militaire cultuur, de militaire wetgeving en militaire regelgeving. En vanuit die kant gaat hij dan presenteren. We hebben in Suriname een beetje angst dat leeft, omdat in de jaren 80 vakbondsmensen bij het leger zijn opgestaan, wapens hebben gepakt, een democratisch regime omver hebben geworpen. Er rust nog een beetje angst en ik denk dat we een extra verantwoordelijkheid hebben om die angst weg te werken. Dat we het anders kunnen en er zijn genoeg voorbeelden in de wereld dat we het anders kunnen. We moeten anders. We moeten niet vergeten dat we in dit land wonen en dat we het samen moeten doen. Dat moeten we niet vergeten. Dus die angst moeten we achterwege laten. We moeten wel inspraak regelen en we moeten kijken hoe we echt verder bouwen aan dit land. Nou ja, we gaan continu. Ik weet niet of het in de vorm van een workshop komt, maar we gaan wel
in de vorm van activiteiten waar we bewustwording vergroten, waar we draagvlak vergroten, waar we de acceptatie van de vereniging ook vergroten. Zowel breed in het leger als op het ministerie van Defensie. Want voor veel mensen is het een nieuw fenomeen. Dus wij moeten van onze kant veel meer doen en dat proberen we te doen, bewustwording vergroten.